Deze meditatie wordt verzorgd door Proponent van Rijn. Luisteraars, we beginnen dit keer in het zesde hoofdstuk van het Bijbelboek van de profeet Daniël. We lezen de verzen 1 tot en met 6. Darius, de Meder, ontving het koningschap toen hij ongeveer 62 jaar oud was. Het behaagde Darius over het koninkrijk 120 stadhouders aan te stellen die over heel het koninkrijk verdeeld zouden zijn. En over hen 3 rijksbestuurders, van wie Daniël er één was. Aan hen moesten die stadhouders verantwoording afleggen, opdat de koning niet benadeeld werd. Toen overtrof deze Daniël de rijksbestuurders en de stadhouders, omdat er een uitzonderlijke geest in hem was. De koning overwoog hem over heel het koninkrijk aan te stellen. Daarop gingen de rijksbestuurders en de stadhouders zoeken naar een grond voor een aanklacht tegen Daniël in zaken het koninkrijk. Maar zij konden geen enkele grond voor een aanklacht of iets verkeerds vinden, omdat hij betrouwbaar was en er geen nalatigheid of iets verkeerds bij hem te vinden was. Toen zeiden deze mannen: wij zullen tegen deze Daniël geen enkele grond voor een aanklacht vinden, tenzij wij iets tegen hem vinden in de wet van zijn God. Luisteraars, het vorige hoofdstuk dat eindigde met die huiveringwekkende woorden: in diezelfde nacht werd Belsazar, de koning van de Chaldeeën, gedood. Het teken aan de wand dat deze koning van Babel zag, dat is uitgekomen. Daar stond: Mene, Mene, Tekel, Upharsin. God heeft de dagen van Belsazar geteld en hij heeft er een einde aan gemaakt. Hij is gewogen in de weegschaal en hij is te licht bevonden. En nu is zijn koninkrijk verdeeld en aan de Mede en de Perzen gegeven. De Mede en de Perzen zijn het sterk verzwakte rijk binnengevallen. Het eens zo machtige rijk is door hen op de knieën gekregen. En nu is Darius de Meder koning. Hij is ongeveer 62 jaar oud en hij gaat meteen aan de slag. Hij wil het rijk bestuurlijk goed in de greep krijgen. Dat is allereerst nodig voor de rust, maar niet minder ook voor de belastinginkomsten. En om dit voor elkaar te krijgen, stelt hij 120 stadhouders aan. Elk van deze stadhouders krijgt een gebied toegewezen om hierop toe te zien. En op hun beurt zijn ze weer verantwoordingsschuldig aan 3 rijksbestuurders. Jawel, goede leiding en een goede bestuurlijke organisatie, dat is voor een land van groot belang. Voor het uitzetten en uitvoeren van goed beleid is er een verantwoordelijke structuur nodig. Want als dat er niet is, dan gaat het niet goed. Kijken we vandaag alleen maar naar ons eigen land. We zitten in de afgelopen maanden in een bestuurlijk vacuüm. En dan, ja, dan is er geen daadkrachtig beleid. Want een demissionair kabinet kan geen nieuw beleid maken. Belangrijke beslissingen en belangrijke onderwerpen, die worden maar naar achteren geschoven. Nee, dan had Darius het beter voor elkaar. Maar ja, ook hij is afhankelijk van de capaciteiten en van de integriteit van de mensen die hij aanstelt. Want alleen met een duidelijke bestuurlijke structuur, dan ben je er nog niet. Die moet ook op een goede manier worden ingevuld door ijverige, eerlijke en bekwame mensen. Maar blijkbaar heeft hij er toch 3 weten te vinden. En één daarvan is Daniël. Hij is door koning Darius aangesteld als één van die 3 hoofdbestuurders. En ja, dan valt hij bij Darius blijkbaar ook nog in de smaak. Want het valt de koning op dat hij de anderen in al zijn doen en laten overtreft. Want dan wil Darius hem zelfs promotie laten maken. Ja, het is hem opgevallen dat er een uitzonderlijke geest in Daniël is. Ik denk ook wel een geest van onkreukbaarheid. Daar, op die plaats, waar corruptie zeker niet ondenkbaar was. Nee, dan staan deze woorden er natuurlijk niet om Daniël in de lucht te steken.
Nee, dan staan die er wel om de God van Daniël te eren. Ja, die God aan wie Daniël deze bijzondere gave te danken heeft. Dat is de Heere, die in hem in spannende tijden bijzondere openbaringen gegeven heeft. En dat is ook die Heere die hem de eerlijkheid gegeven heeft om ook de koningen Nebukadnezar en Belsazar, om die de waarheid te vertellen. Ja, van wat zij in dromen en op de wand gezien hadden. En zo is Daniël door de Heere een getuige gemaakt, op hoge posten, tussen de heidenen daar in dat vreemde land. Ja, daar schijnt hij als een licht in het rijk van de duisternis. Ja, in het hol van de leeuw, zou je kunnen zeggen. Luisteraars, zijn ook wij, ja u, jij en ik, zijn ook wij ons bewust van de talenten die de Heere ons schenkt? En zijn we daar ook dankbaar voor? Want de Heere heeft ook u en mij geroepen om met die talenten in deze wereld het goede te verspreiden en ook zijn licht te verspreiden. Nee, dan is dat vaak niet gemakkelijk. Want ook wij zitten als oprechte christenen in deze wereld, eigenlijk ook in het hol van de leeuw. Dat is die leeuw die briesend rondgaat en die zoekt wie hij zou kunnen verslinden. En ja, loopt Daniël in dit hoofdstuk ook tegenaan. Want dan is er sprake van jaloezie bij die andere bestuurders. En dan gaan ze op zoek naar dingen die in het nadeel van Daniël gezegd kunnen worden. Ze willen hem bij Darius in een kwaad daglicht stellen, om zo een einde aan zijn carrière te maken. Luisteraars, wees ervan overtuigd dat die briesende leeuw ook vandaag de dag, dat hij ons niet met rust laat. Wat is jaloezie vaak niet een splijtzoon in samenleving en families? En ja, waar komt dat niet in allerlei roddels en negativiteit tot uiting? Nee, dan is niemand daar te goed voor. Je zit zomaar in een stroom om de negatieve kanten, de zwakheden en de misstappen van iemand op te sporen en aan de grote klok te hangen. En ja, als je zoekt en kwaad wil, dan is er vaak al snel iets gevonden. Ja, toch? Laten we er dan maar voor waken en geen aanleiding geven voor een aanklacht. Ja, dat we trouw, eerlijk en zuiver leven en werken. Zodat wie kritiek op ons zoekt, dat ze die eigenlijk niet goed kunnen vinden. Nee, dan zullen we als Jezus nooit worden. Want in hem werd geen schuld gevonden. Maar het is wel onze roeping om, zoals Paulus het schreef, zoveel mogelijk onberispelijk en oprecht te zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld. Ja, dat er zo ook vandaag maar veel Daniëls zullen zijn. Want de tegenstanders, ze maken samen een bondje. En ze zeggen tegen elkaar: we zullen niets tegen deze Daniël kunnen vinden, tenzij dat het gaat om iets wat met de gehoorzaamheid aan zijn God en met zijn wetten te maken heeft. Want ze hebben intussen heel goed gemerkt dat Daniël gelooft en dat het bij hem niet alleen maar naam is. Nee, niet alleen naam, maar ook daad. En dat hij niet alleen principes heeft, maar daar ook naar leeft. En dat hij, als het om God en om zijn woord gaat, dat hij dan van geen wijken weet. Nee, ook niet in deze puur heidense omgeving. O ja, dan zijn er genoeg redenen te vinden om je geloof wat te parkeren, toch? Maar ben jij dan zo'n Daniël? Ja, dat ook wij, als het gaat om de gehoorzaamheid aan Gods woord, dat we ook dan van geen wijken weten. Luisteraars, is dat geen reden om onze handel en wandel, om die vandaag op dit punt eens te onderzoeken? Gaan we gauw overstag of niet? Want dan bedenken deze tegenstanders van Daniël wel een slim plannetje, waardoor Daniëls sterke kant tegelijk zijn val lijkt te worden. We zullen de Heere danken. Ja, Heere, we danken u voor de gelegenheid om een moment met elkaar uw woord te overdenken. De tegenkrachten beginnen zich tegen Daniël op te zetten. Maar gelukkig zal blijken dat u sterker bent.
Heer in de hemel, wilt u zo ook vandaag uw kracht in het leven van ons allen laten blijken. En dat we onze dingen, ja wat dan ook, dat we die in getrouwheid mogen doen. En wilt u ons daarin bewaren voor het kwade. En weest u ons nabij, in alles. Uit genade bidden we het, om Jezus wil alleen. Amen.